Dag dames en heren, en leuk dat u kijkt naar het energieweerbericht. Zoals u gewend bent van ons, kijken we even terug naar de voorgaande week. Een week die wat wind betreft heel gemiddeld is verlopen. Ongeveer de gebruikelijke hoeveelheid energie is opgewekt door middel van windenergie. Wat zonneschijn betreft ja, zaten we er net iets onder de gebruikelijke norm voor de fase van augustus waar we toen in zaten. En dat kwam omdat er toch wel momenten waren dat de bewolking eventjes hardnekkig was. Maar goed, er waren ook wel gelukkig nog voldoende zonneschijnmomenten. Maar het heeft er niet in geresulteerd dat we boven de norm uitkwamen. Dat zal deze week overigens wel gebeuren. Want zeker de eerste dagen van de werkweek ja, die staan in het teken van veel zonneschijn. Later in de week komt er wel wat meer bewolking. Maar per saldo komen we duidelijk boven normaal uit. En wat wind betreft, ja, een fractie eronder... Want zeker aan het begin van de week staat er heel weinig wind. En dat zien we ook heel duidelijk terug op de weerkaarten. Want de lijnen van gelijke luchtdruk liggen ver uit elkaar. Dat betekent dat we nauwelijks windvaantjes boven Nederland zien. Wel op de Noordzee af en toe. En ondanks dat er af en toe wel eens wat bewolking overtrekt, dat is vaak hele dunne bewolking. Schijnt de zon dus uitbundig. Vanaf donderdag gaat dat veranderen. Het hoge drukgebied schuift dan weg. Lage druk komt dichterbij. Er komen mogelijk ook een paar buien voor. Maar de zon die gaat wat minder fel schijnen. Wat wind betreft blijft het ook nog op de vrijdag relatief rustig. Al zien we uiteindelijk op de Noordzee de wind wel wat aantrekken. Dus heel voorzichtig kunnen we toch wel weer wat windenergie op gaan vangen later in de week. Nou, wat dat betreft, vooral het zonnetje wat uitbundig in de weerkaartjes is terug te vinden. Voor bijvoorbeeld de dinsdag en de woensdag. Wind staat er nauwelijks, want veel meer dan een windkracht 2 tot 3 staat er niet. Land in waar soms zelfs op een momenten een windkracht 1. En dan richting het einde van de werkweek dan zien we dat de zonnetjes kleiner worden. Er is wat meer bewolking, mogelijk ook een regenen of onweersbui. En heel voorzichtig zien we met name in de noordwestelijke helft van Nederland dat de wind weer wat gaat aantrekken. Het is voorlopig tot met vrijdag warm. zomers warm vaak in het binnenland met meer dan 25 graden. En dus kan ik niets anders dan de tip geven om met dat warme weer gebruik te maken daarvan en de was heerlijk buiten op te hangen. Wat mij betreft, tot de volgende keer.